Het thema van Gezond 071 is deze maand het hart. En dat vraagt om een bijzondere beweegtip. Daarover ga ik in gesprek met lifecoach Jasper Mulder. Je hart kun je beschouwen als natuurlijk de motor van je lichaam en misschien ook wel de motor van je gezondheid. En hoe kun je dan je hart echt een opkikker geven, Jasper? Inderdaad, de motor van je gezondheid. En hoe je dat een opkikker kan geven, ja, ik blijf bijna elke keer herhalen. Het is namelijk gewoon lekker naar buiten gaan en gaan wandelen. Het singlepark een paar keer rondlopen in de week, dat verhoogt de hartslag. Daardoor wordt die efficiënter en daardoor blijf je gezonder. Uiteraard zijn er nog heel veel andere tips die je voor je gezondheid daarbij kan doen. Maar je hart speelt er gewoon een ontzettend belangrijke rol bij. Dat is absoluut waar. Ik denk dat dit het hoogste bruggetje is van het singlepark. Helpt het nou om te zeggen, nou, daar ga ik dan gewoon elke keer 10 keer even op en neer? Absoluut, absoluut. Daar is geen twijfel over mogelijk. Zeker als het zo'n hoge brug is met heel veel trappetjes. Dan is het voor degene die hier naar boven en weer naar beneden gaan, krijg je steeds een verhoging van de hartslag. Dus als je denkt, ik wil ietsjes meer mijn cardiovasculaire vermogen gaan trainen, oftewel de hartslag en het rondpompen van het bloed door de bloedvaten, dan is zo'n bruggetje de ideale manier om dat te trainen. Je kan namelijk het rennen doen en je kan het ook tijdens het lopen gewoon doen. Daardoor verbeter je het vermogen van je hartslag. Zo simpel is het. Gewoon lekker de bruggetjes op, gezond naar buiten toe, hartslag omhoog en vooral lekker genieten en blijven ademhalen, want dat is ook heel erg belangrijk.